Hoe zorg je ervoor dat je niet onderbroken wordt? Onze cursisten leren we hoe ze overtuigender kunnen spreken aan de hand van ethos, pathos en logos. De drie middelen van overtuiging. Hoe je zorgt dat je niet onderbroken wordt, dat gaat over pathos, het betrekken van je publiek. En ik wil in deze video drie tips delen die daarvoor gaan zorgen. Tip 1. Zorg voor een simpele aankondiging. Stel je voor je zit in vergaderingen en een collega doet een voorstel om meer thuis te gaan werken. Daar ben je het niet mee eens en je begint met spreken en al je argumenten leg je op tafel. Grote kans dat je onderbroken wordt. Veel beter is het om een klein beetje structuur in je verhaal aan te brengen en dat doe je door middel van een simpele aankondiging. Zeg bijvoorbeeld, er zijn twee dingen in het voorstel waar ik het oneens mee ben. Of ik heb twee vragen die betrekking hebben op dit onderwerp. Daarmee geef je eigenlijk al aan dat je twee dingen naar voren gaat brengen en kun je gemakkelijker teruggrijpen op die aankondiging om de tijd die je hebt ook echt te claimen. De tweede tip is een hele simpele, maar wel eentje die je goed moet oefenen. En het is namelijk het tactisch gebruiken van je pauzes. Probeer de pauzes in je verhaal mid-sentence, dus midden in een zin te laten vallen en niet aan het einde van je zin. Doe je dat, dan denken mensen dat je uitgesproken bent en zullen ze gaan inbreken. Misschien niet eens omdat ze jou niet willen uitpraten, maar gewoon omdat ze denken dat je klaar bent. Zorg er dus voor dat je pauzes om de spanning in je verhaal op te bouwen midden in je zin laat vallen. Waar die eerste en die tweede tip echt gaan over structuur en pauzes in je verhaal, gaat deze derde tip wat meer over de inhoud. Probeer wanneer jij een verhaal aan het vertellen bent altijd het positieve te benadrukken. Dat het werkt gewoon beter dan zeuren. Mensen zijn eerder geneigd om naar jou te luisteren wanneer je een positief verhaal vertelt. Of neem iemand mee in je eigen persoonlijke ervaring, in een moment van kwetsbaarheid. Of vertel gewoon simpelweg over een onderwerp waarvan je weet dat je publiek erin geïnteresseerd is. Maar lukt dat nou niet? Stel dat je een heel interessant verhaal over politiek wil vertellen bij een publiek wat heel erg geïnteresseerd is in sport. Probeer dan met wat kleine zinnen toch de interesse van je publiek te wekken. Bijvoorbeeld, dit is echt iets wat ik jullie niet wil onthouden. Of een zin als, jongens, wat ik nu toch heb meegemaakt, dat kan ik jullie en dat moet ik jullie echt vertellen. Met die zinnen wek je de interesse van je publiek en zorg je ervoor dat je misschien net wat minder vaak onderbroken wordt. En onthoud dat mocht je ondanks deze tips toch onderbroken worden, dat eigenlijk nooit is omdat jij niet een interessant verhaal vertelt, maar gewoon omdat de groepsdynamiek het gesprek ergens anders naartoe leidt of omdat je gesprekspartner graag zelf iets wil toevoegen. Vond je dit nou een leuke video en wil je er graag meer van zien? Zorg dan dat je deze video liked en zorg dat je je abonneert op het YouTube kanaal van het Nederlands Debatinstituut.